5 jaar geleden raakte de Vlaamse Jury ernstig gewond bij een dode hoekongeval. Hij werd geschept en 600 meter meegesleurd. Hij overleefde het ongeluk ternauwernood, maar de gevolgen waarmee hij nu moet zien te leven zijn op zijn zachtst gezegd groot. Ik ben Jury, ik was 17 jaar toen ik aangereden werd door een camion. Daar verloor ik door mijn linkeroog een kant van mijn linkerschedel, mijn rechterarm en mijn linkeroor, maar die konden ze nog aannaaien. Wat gebeurde er op de dag van het ongeluk? Ik was met mijn fiets en ik wou, ja, het was run, ik moest rechtdoor. En, ja, en er kwam een camion die mij eigenlijk die naar rechts kwam en mij niet gezien heeft. En ik was zonder de camion beland en nog 600 meter meegenomen geweest. 600 meter? Ja, 600 meter. Uiteindelijk, dat gaat allemaal zo rap dat je onder de camion zit en dat je dan denkt van, het is gedaan. Maar 600 meter is echt heel lang en heel ver. Ja. Ben je dan volledig bij bewustzijn op zo'n moment? Ja. Helemaal. Je ziet alles wegbranden van je gezicht. En dan is... Dat zie je? Ja, dat had ik gezien. Hé, mijn oog hier is volledig weg. Er zijn dat 45 minuten voor nodig gehad om mij onder de camion te halen. En dan direct een spuitje voor een coma. Van de pijn, dat ik niks zo voel. Uiteindelijk hebben ze dan allemaal gezegd, 3 maanden later, dat ik nog een operatie had van 17 uur. Als ik toe kwam in te zitten, dat ik in die operatie een hartstilstand gehad heb. En... Hé, maar hoe lang heb je in coma gelegen dan? 3 weken. En waarom duurde het toen 3 maanden voordat ze pas jou hebben verteld wat er is gebeurd? Dus voor de shock. Maar 3 maanden is heel lang. Ja, ik weet het. Ik heb dan eigenlijk ook zelf gevraagd van, wat is er eigenlijk gebeurd? Want toen wist ik ook al dat mijn arm weg was. Dan kon je zien, want hij was er niet. Nee, ja. Dan hebben ze eigenlijk gezegd van, we moeten nu iets vertellen, Jury. En dan hebben ze eigenlijk alles verteld. Die allereerste keer dat je in de spiegel keek, wat was toen je eerste reactie? Ik wil niet zo zijn. Dat wil je niet. Zo. En dan heb ik in het begin alle spiegels afgeplakt. Je moet gewoon met de ontlopen, om het gewoon niet te hoeven zien. Voor mij was dat eigenlijk een nachtmerrie voor mezelf in de spiegel te zien. Ja, en zo dacht ik ook van, als ik zo heel mijn leven door het leven moet gaan, moet dat wel nog? Moet ik hier wel nog zo staan, zo leven? Maar ja, ik heb echt goede vrienden, goede familie, die echt er mij bovenop geholpen heeft. En daar ben ik echt wel dankbaar voor. Dat is echt... Man, wat een verhaal, man. Ja. Wat is nou voor jou de ergste verandering geweest in je lijf? Ik denk toch wel mijn rechterarm. Die alles met rechts. Ik schreef met rechts. Ik kan niks meer vastpakken. Ik heb nog 3 vingers, dus... Kijk. Met die 3 vingers kan ik nog veel dingen. Je hebt dus veel dingen geleerd om met links te doen. Ja. Maar je hebt het nu dus ook voor rechts. Heb je zo'n robotarm. Ja. Hoe werkt dat? Dat wordt op mijn pin gestoken. En dan met een gedeelte van mijn arm dat ik niet meer voel, wil ik mijn hand open doen. Dan gaat dat hier die spier opspannen en dan gaat mijn arm, mijn hand eigenlijk open. En dan met de... Dus je denkt aan die spier. Ja. En die spier gaat bovenin bewegen en daardoor beweegt je robotarm. Ja. Maar en waarom heb je hem dan nu bijvoorbeeld niet om? Die arm dat weegt 3 kilo. En ja, met mijn linkerarm alleen aan doen, dat gaat redelijk moeilijk. Nee, dus dat kan gewoon niet. Nee. Maar weet je nog dat eerste moment dat je die arm erop deed en dat die dan gewoon iets doet wat jij denkt? Dat lijkt me zo vet. Ja, dat is... Dan dacht ik van... Amai, dat de wereld al zo ver staat, dat is zot. Dat is echt zot. Wat deed je toen als eerste beweging, weet je dat nog? Hé, hey, Jere. Vanwege de hulp die Jury nodig heeft, woont hij nog bij zijn ouders. Ik ontmoet ze tijdens het ontbijt, voordat ik met hem meega naar zijn werk. Alsjeblieft, Jury.
smakelijk. Nou, had jij je handen niet gevouwen, dat is vals spelen. Hoe was eigenlijk die periode voor jullie dat hij zoveel in het ziekenhuis lag? Heel heftig, want ik ben 2 jaar niet gaan werken. En jullie lachen dat ze fulltime in het huis zit. Fulltime naar hand, hè? We gingen fulltime naar hand. Dus moest me voor niks zorgen. Ja. Maar waren jullie ook niet bang dat je hem kwijt zou raken? Ja, ja. Maar er is direct een hele gebedskatting opgezet geweest. Ja. Dat is wel, daar hebben jullie veel hoop uitgehaald. Ja, absoluut. En hebben jullie eigenlijk iets van foto's nog van voor jouw ongeluk van jou? Ja, zeker. Ja? Zeker. Dat is van voor het ongeval, alsjeblieft. Kijk eens, en dit is nog met je andere arm. Ja. Ja, dat is met mijn rechterarm. Ja. Maar hoe vind jij dat dan, om zo'n foto van vroeger te zien? Ik zie gewoon een foto van nu of een foto van vroeger tussen ons. Het is altijd dezelfde Juri. Hey, en dit is dus je aangepaste fiets? Ja, ja, dat is mijn fiets dat eigenlijk op mijn maat gemaakt geweest is. Wat een mooi ding. Ja. Kijk eens, daar is die. Ja. De Ferrari onder de fietsen. Maar ik mis één ding. Een stuur. Zo? Oh ja, kijk. Oké, en ik heb dus ook mijn eigen lichtfiets. Ja. Lig het naar je werk. Ja. Wat willen mensen nog meer? Het ongeluk gebeurde natuurlijk ook met de fiets. Ja. Hoe is het voor jou dan nu überhaupt om te fietsen? Fietsen is voor mij wel een grote vrijheid. Hoe lang heeft het geduurd voordat je überhaupt weer op een fiets zat? Ja, dat heeft wel even geduurd, ja. Ik ben een jonge gast. Ik wil veel met mijn vrienden weggaan. Ja. En dan ja, heb je ook vervoer nodig. Ja. En vroeger was dat met mijn papa. Ah, wil je mee voeren naar daar en wil je mee voeren naar daar. Je wil dan wegblijven en je wil zuipen, dus dan moet je met de fiets. Ja, zo. Ging dat te hard? Ja. Dat ging wel hard? Ja. Vind je dat eng? Nou, dat was niet eng, maar je reed wel rap, vond ik. Ja. Heb jij eigenlijk die vrachtwagenchauffeur nog wel gesproken? Ja, ene keer. Achter mijn accident, toen ik weer terug thuis was, heeft hij ene keer ons komen bezoeken. Hoe vond je dat om hem te zien? Ja, ik heb direct gezegd tegen de meneer dat ik geen haatgevoelens of niet boos was op hem. Want die meneer kost daar ook niks aan doen, want hij heeft mij nooit gezien, die meneer. En hoe reageerde hij dan op jou? Ja, hij begon te ween, die meneer. En hij zegt dat hij het niet meer aankostte en dat hij naar huis wil. En we hebben nog een keer gezegd, ja, het is niemands fout wat er gebeurd is. Voor Juri's ongeval volgde hij een opleiding tot meubelmaker. Die droom heeft hij helaas moeten laten varen, maar gelukkig heeft hij wel een baantje kunnen fixen bij het plaatselijke houtbewerkingsatelier. Hey, wanneer ben je eigenlijk weer begonnen met werken? Van november. Afgelopen november ja, pas? Ja, november geweest, ja. En hoe kwam dat dan? Dacht je van, nou, het is nu lang genoeg. Ik weet helemaal niet hoe dit werkt. Wil jij dit doen? Moet daar naar beneden schrijven. Ja, dat probeer ik. Ja. Ja, en dan hierop steken. En wat maak je hier dan vooral? Nu zijn we bezig met de dingen voor kerst al. We zijn nog maar augustus, dus ja. Het is bijna al redelijk vroeg, maar het is beter ooit te vroeg dat het klaar is dan te laat. Dat zeker. Dus, ik ben blij dat het gewoon gaat eigenlijk. Weet, zolang ik maar hier ben in de houtatelier, dat is al eigenlijk al meer dan genoeg voor ik. Maar wat wilde je eigenlijk worden na je opleiding? Ja, ik wou eigenlijk altijd profvoetballer worden. Hè. En in de grote clubs voetbal. Maar met het hout bewerken, had je daar nog een soort van doel in wat je uiteindelijk daarmee wilde doen? Ja, en met houtbewerking wou ik eigenlijk mijn eigen bedrijf starten ook en zo. Maar nu besef je ook wel dat dat niet zo makkelijk gaat. Dat, ja. Zolang ik maar kan lachen en plezier heb op mijn werk, dat is meer gedaan. Joh. Je moet niet te dicht bij mij in de buurt komen. Dit is mijn stuk. Ja. Mijn excuus. En zie je jezelf hier dan nog over 20 jaar zitten? Ik hoop van wel, ja. Ja? Het is werk dat ik graag doe.
En zijn hier aangepaste dingen dat ik mee kan werken. Dus ja, waarom niet? En zijn er dan dingen die je hier nog zou willen leren? Ja, ja, natuurlijk. Zoals figuurzagen met machine. Ja, dat zou ik wel nog graag willen doen. En met een aanpassing, denk je dat het kan? Ja, ja? Dat wel. Kijk, dat is een mooie doelstelling. Ja. Hoeveel van dit soort witte dingen moeten we nog? Nog 3. Oké. Okay. Nog even doorschilderen dan. Voor het ongeluk ging Joeri graag met zijn vrienden een potje basketballen. Inmiddels heeft hij het zichzelf met slechts 1 arm en 1 oog aangeleerd, zodat hij weer als vanouds kan spelen. Ik ben helemaal geen kut van basketbal. Ja, dat is bijna. Oké, gaan we. Oh. Ah, lekker man. Wat? Hey, dit gaat je goed af. Ja. Zo, toch? Moest het wel even leren, dat wel. Ik wil nog wel even 1 potje doen, maar dan wel zeg maar op jouw manier. Oké. Okay. Toch? Dus mijn arm afbinden, tapen, shit. Oké. Okay. Ja? Ja, super. Patsy. Oké. Nou, klopt dit een beetje? Ja. Ja? Ja. Dit ook? Ja. Ja, ik voel me onthand. Alsof ik 1 arm mis. Ja. Dat is de bedoeling, hè? Ik ben mee bij hen. Oh ja, kut. Het is nu met links ook. Ik ben rechts. Ja, ik was ook. Ja. Oké, dit gaan we met links doen. Eigenlijk wel onhandig dat je je linker oog mist en je linkerarm gebruikt. Alleen in je hersens past dat aan. Ja, ja, dat is bij mij nog even niet gebeurd. Maar hoe gooi jij? Zo. Oh, met je rechterkant. Ja. Oké, zullen we een shootout doen? Wie de meeste punten haalt? Net geleerd wat het is. Go. Hier dan. Het is zo jammer dit. Oké, 1-0. Oh, god, het is weer zo jammer dit. Oh, jongen toch. Kijk nou hier. Ja. Een lijntje bloed. Sorry. Het is oké, het is oké. Maakt niet uit. Ja, het basketballen is duidelijk niet aan mij besteed. Tijd voor de derde helft. Daar ben ik beter in. Heb je eigenlijk verder nog ambities? Dingen die je graag zou willen doen? Ja, ik ben bezig met een project. Voor lichtjes op de camion te steken. En zo, ja, vooral voor de fietsers een beetje te waarschuwen eigenlijk met die lichtjes. Als de camion de fietser ziet, dan kan hij een rood lichtje geven van hé, hey, wacht, sta achter mij. Oh. En als hij zegt van kijk, een groen lichtje van ga maar voor, ga hij maar eerst. Wow, ja. Wat een goed doordacht systeem. En hoe ver ben je met het project nu? Nou, we hebben al in Kortrijk op een ambulance uitgetest en dat is zeer goed gelukt. Wel supermooi dat je dan gewoon je ongeluk eigenlijk gebruikt om het te veranderen en iets goeds te doen. Ja, in Nederland is de fietspad hier is veel beter dan in België. Ja, ja, dus het is gewoon nog veel werk aan de winkel. Ja. Ja. Maar je hebt dus ook wel een hoop gehad aan je vrienden. Nou, die zitten hier naast ons. Ja. Dus ik wil ook wel even weten eigenlijk van hun hoe het allemaal was. Ja. Zullen we even bij gaan zitten? Ja. Kijk eens, met doorgeefs. Ja, vinden jullie dat hij heel erg is veranderd na zijn ongeluk? Hij heeft minder limieten dan wij, soms met 2 armen en 2 benen wel. Alleen wel onszelf opleggen. En hem heeft dat niet. Ik ja, vind, merk je dat? Dat hij veel meer durft ja, en scheidt? Ja, ik vind, ik vind dat echt wel. Ik ga veel gaan wandelen met Joeri. En Joeri kreeg enorm veel blij in, maar je ziet echt aan hem, ja, dat maakt me niks. Ik ben wie ik ben. Ja. Ik ga nog altijd op café pintjes drinken. Ik ga nog altijd lachen, luid zijn. Hoe belangrijk zijn dan bijvoorbeeld jouw vrienden en je familie? Ja, mijn vrienden en familie zijn heel belangrijk voor mij. Want allee, zonder mijn familie en vrienden heb ik waarschijnlijk nog binnen gezeten hebben, in mijn kamer. Of heb ik waarschijnlijk zelf hier niet gezeten hebben. Maar hoezo dan? Wat hebben zij gedaan om jou... Ja, motivatie geven. Om te zeggen, kom, we gaan naar daar en we gaan naar daar en kom mee. En...
Van zijn pintje nu, dat hij vast ook bijvoorbeeld. Zo. Ja, en dat ik zei in het begin... Hey, je moest mij altijd drinken, mijn pintje aan mijn mond zetten. Matthijs zegt, doe dan een keer zo. Probeer dat nu een keer winnen, weet dat. Ja, oh, yo. Even tjoen en doen en dan... Je hebt van allemaal tips en tricks gekregen. Ja, weet dat. Dus je hebt een nieuwe greep geleerd. Ja. Kan je dan ook nu heel goed atten met die greep? Ja? 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 Laat maar eens even zien. Laat maar even zien. Oh ja, oh ja, oh ja. Nou, van je vrienden moet je het hebben, hè? Proost, jongens.